Suraj Ganpat is al langer dan een jaar ziek. Via het programma van Trishul Televisie, JPD, proberen wij Suraj Ganpat en zijn gezin dan ook te helpen. Nu is het namelijk zo dat de partner van Ganpat hem heeft gelaten. En het is niet alleen daarbij gebleven, maar ze heeft er op social media aantal vervelende zaken, enkele negatieve dingen geplaatst over de heer Ganpat. De heer Ganpat, die nog steeds ziek is, hij heeft er een hersentumor, geeft eraan bang te zijn dat wanneer straks donateurs dit allemaal lezen, zij dan hem niet langer zal ondersteunen, terwijl hij nog steeds de nodige ondersteuning nodig heeft vanuit de gemeenschap. Vandaar dat hij is gekomen naar TBN Prime Alert om zijn relaas te doen en om donateurs te verzekeren hoe zaken in elkaar zitten. Reden waarom wij ook het interview hebben gedaan is vanwege de vele zaken van moord, zelfmoord, die we de afgelopen periode hebben gehad in Suriname. En vaak wanneer het zover is geweest, dan zitten we steeds met de vraag, hoe heeft dat allemaal kunnen gebeuren? Deze jonge heer, die heeft ook op social media geplaatst dat het voor hem geen zin meer heeft om te leven, dat hij dan liever Gramaxone drinkt of iets anders doet. En dat is dan ook de reden waarom we deze heer toch wel een uitlaatklep hebben gegeven, zodat hij even zijn frustraties kwijt kan. Raj Mahango legde het volgende interview vast. Ik wilde zeggen dat die vrouw sinds zijn telefoon heeft verkocht en internet heeft gezet voor zijn telefoon en contact heeft gemaakt met zijn families. En het gaat om ruzie en geluk dat ze niet meer kan. En nu beledigt ze me op Facebook dat ik drugs verkoop. Maar ze weet precies dat ik losse sigaretten en losse vloeitjes verkoop. Om een klein beetje beweging op het erf te doen. Maar nu schreef ze op social media dat ik drugs en dingen. En dat is niet waar. Ja. Dus ik wil de gemeenschap zeggen dat ze heel veel dingen schreef. Dat misschien gaat de gemeenschap dingen denken dat ik op fout ben. Maar terwijl de fout bij haar nu zit. En de vriendin leerde om dat te doen. Ja. En we doen het interview, meneer Ganpat, we doen het interview niet om ruzie dat u hebt met uw vrouw of dat uw vrouw weg is, maar hoe lang bent u intussen al ziek? Het is 20 maart, vandaag is, straks is het precies 1 jaar dat de operatie heb gedaan. Ja, dus dat betekent dat u al een jaar van donaties leeft. Want u kan niet meer werken en dat is de reden dat we besloten hebben om het interview te doen. Want u zegt, u bent bang dat straks wanneer donateurs deze dingen zullen zien op social media, op Facebook, dan gaan ze zeggen, oh werkelijk, deze man verkoopt drugs of gebruikt drugs en we gaan hem dan niet meer helpen. En u bent nog steeds ziek en u zegt, u hebt nog steeds die hulp nodig. Dus vandaar. Maar er zijn nog meer dingen. U, uit de donaties, had u wat gekocht? Ijskas, wat nog meer? De ijskas had ik gekregen van een donateur. En die gasfornuis, dat heeft ze meegenomen. Waarna dat ik niet kan, niets kopen, geen vla, geen yoghurt, geen dingen. Mijn melk ook niet kan zetten. Dus ik wil de gemeenschap vertellen. En misschien kan ik de politie instappen om mijn ijskas weer te gaan halen. Dus ik wilde even graag weten wat ik precies moet doen. En het is al hoeveel dagen dat ik niet zo goed eet. Ik eet alleen maar topramen, ik warm water op en eet ik dat. Ik geef wel over, bloed had ik die dag overgegeven. Maar toch doe ik mijn best met die topramen alleen. Ja, ik wil de gemeenschap zeggen wat op de social media staat geschreven. Is haar mening wat ze heeft geschreven. Is door de gemeenschap gingen wij allemaal leven. En ik wil de gemeenschap zeggen om mij door te blijven ondersteunen, want misschien is het haar vriendin, weet ik precies dat haar vriendin dat heeft haar geleerd om dat te doen. Ja. Ja. En je hebt een dochtertje met haar, dat kindje is ook bij haar en de overige kinderen, want ze heeft andere kinderen uit een vorige relatie. De andere kinderen zijn nu ook allemaal bij haar.
Ja, allemaal heeft ze meegenomen en ze gaan mijn meisje nooit meer zien. Dat heeft ze, voordat ze weg was van hier, had ze maar gezegd dat ik mijn meisje nooit meer ga zien. Ja. Maar zag je dit aankomen, meneer Gunput? Want als we hier kwamen, we zagen de laatste tijd dat ze heel veel moeite deed om niet alleen op donaties te wachten, maar ze verkocht haar ijsjes. Ze nam bestellingen om lekkers te maken. Wat is er plotseling gebeurd? Het is door haar dingen, een vriendin die haar heeft opgehitst. En is door die ophitsen van de vriendin, is ze van hier voor dingen weggegaan. Ja, dus de vriendin is de baas van haar. Dus ze heeft het niet meegemeend met mij. En als ze van me zou houden, zou ze niet weggaan. Want ze stond altijd klaar voor mij. Ja, ze stond altijd klaar. Dat mag ik niet liegen. Maar is de vriendin niet erop hits om naar daar... En de vriendin had ik wel gehoord via de telefoon. Neem alles mee voordat je van daar weg gaat, heeft de vriendin gezegd. En je hebt gewoon alles meegestuurd? Ja, ik heb het... ze hadden me... dat zeg ik, die vrouw had me gewurgd om het te doden. Maar mijn zwager heeft me vanuit haar hand weggehaald en naar binnen gebracht. En toen was ik binnen. Dat heb ik niets meer kunnen doen hier, dingen, want mijn nek zat vast ook. En ik begon... te piekeren. Dus ze heeft een pick-up genomen en alles gezet. Maar door de donateur heb ik gehoord dat die spullen niet van haar is. Ik moet mijn spullen weer gaan halen. Ja. En ja. Zeg maar, wat donateurs maken zich zorgen om u. Ja. En ze hebben u ook gebeld. Dat is zo? Ja, er zijn een paar donateurs die vanuit Nederland hebben me gebeld. Misschien twee nog niet, maar twee hadden gebeld, maar is miscall geworden, want ik sliep diep, want de medicijn laat me slapen in het middaguren te veel. En 's morgens uren hou ik me vol om naar buiten te gaan, want de zon is te heet, ja, voor die hitte van mijn hoofd. Doet me vreselijk pijn. Dus de donateur heb ik alles uitgelegd wat er precies met mij is gebeurd. Die zegt dat heeft die vrouw van je nooit gehouden, want anders zou ze in deze situatie jou niet laten en weggaan. Ja. En dat is werkelijk gebeurd, is de vrienden niet erop hits. Maar hoe voelt u zich, want dat is belangrijker op dit moment? Ik voel me een beetje duizelig, dus daarom heb ik mijn mattie geroepen. Laat hij een beetje voor me straks koken, laat me eten. Ga ik hem straks sturen om wat groenten te gaan kopen, want ik heb geen vitamine zo in mijn lichaam nu. Alleen maar topramen, sinds vorige week, maandag. Dus vanaf maandag eet u alleen maar topramen? Ja, ik heb mijn zwager gestuurd. Die pakjes zijn in de vuilniszak. Dus vanmorgen heb ik weer eentje gekookt. Ja, dus alleen maar topramen eet ik. Ik kan niet te lang staan om te gaan koken, want als er straks plotseling iets gaat gebeuren. Als ik baat, moet iemand daar staan om te kijken hoe ik baat. Of er niets iets met me daar gaat gebeuren. Ja, dus er is nog niemand voor me. Ja. Ja. Op wie had ik verwacht? Ze heeft me gelaten. Belangrijk moet de gemeenschap weten dat ze al een stapje heeft genomen. Ja, dus u hoeft in feite dan niet meer op haar te rekenen? Nee. Ja. Belangrijk is, wat ik u al zei in het voorgesprek, meneer Gunput, focus u op uzelf. Belangrijk is uw gezondheid. En ik heb begrepen ook, of schoon u dat niet wil zeggen, maar u ging op social media in de richting van zelfmoord praten. U loopt met die plannen rond. Ja, ik had het, dus sinds ik weg was, daar had ik geen enkele idee, maar dacht ik, wie gaat het voor me gaan kopen? Om die gramma's te gaan kopen. Ik wou de busje gaan dingen, de busjebrug gaan springen. Want er was geen oplossing meer gekomen van de volkshuisvesting. Maar ik had een briefje ingediend bij First Lady, bij Melissa, bij de First Lady kabinet. Ik was samen met mijn vrouw gegaan. En zij was naar binnen gegaan om het te gaan indienen, maar tot nu toe heb ik niets gehoord van de woning. Ja. Nou, dit is de ruimte, als Raj even wijst. Vanaf hij ziek is, mensen, dit is gewoon een balkon van ouderlijke woning. En hierin sliep hij in feite met zijn nu ex-vrouw en drie kinderen, twee jongens en zijn dochter. Dit is de ruimte waarin de familie bleef. Vaker heeft hij aangekaart dat ze graag geholpen willen worden aan tenminste een stukje grond of een woning. Want u ziet het ook, vooral hoe hij, als u ook even uw hoofd naar beneden zakt, zodat de mensen die dat niet weten. U ziet het, deze meneer heeft een hele zware operatie ondergaan. Bij hem was hersentumor een beetje minder, een beetje, ja. U pas op dat u, nee, dat is duidelijker, ja. Zodat de mensen zien dat we hier geen grappen maken.
Ja, voldoende, meneer Gunpert. Dit is de situatie. En nu met dat wat erbij is gekomen, heeft hij ons gevraagd om wat zaken voor hem recht te trekken. Want zegt hij, zoals we dat aangeven, hij is nog steeds afhankelijk van donaties uit die gemeenschap. En hij vreest dat wanneer donateurs deze zaken straks lezen op social media, dan dat ze dan zullen stoppen. Dus nogmaals, meneer Gunpert, concreet, want al ontkent u, anderen zullen ons dat wel zeggen. U verkoopt geen drugs hier? Nee, ik verkoop geen drugs, want die drugsdingen, daar heeft zijn vrienden, zijn man, heeft er opgehitst. Want mijn vrouw weet precies dat de jongens die hier voorin op de hoek een bedrijf is, ze kennen me sinds klein af. Ze gaan altijd langs van hier om mij te komen bezoeken. Heb ik hun gevraagd, waar gaan jullie aan die kant? Ik wil ook een dagje mee, mama. Hoe doet mijn pijn? Ik kan niet te lang lopen en ver lopen. Heeft hij gezegd dat hij dingen gaat kopen, vloeitjes en losse sigaretten bij de winkel. Daar heb je ze, oké. Als ik het ga verkopen, gaan jullie het bij mij kopen. Dan kan ik een beetje winst krijgen. He? Dan hebben ze gezegd, ja, als je sigaret verkoopt en vloeitjes, heb ik het daar nog. En vanmorgen heb ik nog verkocht. Ja, gaat u de kleingeld daar zien en daar in het bakje zetten. Dus geen drugs. Dus de gemeenschap, ik wil de gemeenschap zeggen, ik verkoop losse vloeitjes en sigaret. De drugs verkopen ze of wat dan ook, kopen ze ergens anders. Maar bij mij kopen ze dingen wat ik mag verkopen. Het is niet illegaal. Die vloeitjes en die losse sigaret, het is niet illegaal voor mij. Ja. Ja. Nou, nogmaals, meneer Gunpert, we hebben uw medicijnen gezien. De zak die u daar ziet. Dus ik kunt het even halen, zodat mensen kunnen zien hoeveel medicijnen u per dag moet slikken. Ja. 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 Sinds vorig jaar, ik spaar ze allemaal. Dit zijn die medicijnen. En die bonnen, alles heb ik hier gezet. Want die medicijnen zijn niet... Die allemaal vanaf de operatie, allemaal moeten slikken mensen. Dus we willen u wat zaken wijzen om aan te geven dat deze meneer... Het werkelijk gaat om een heer die ziek is en dat we werkelijk een beetje begaan zijn met zijn situatie op dit moment. Maar we hopen dat de gemeenschap met u meeleeft en dat u vooral geen gekke dingen gaat doen. Meneer Gunpert, ja? Ja, niet zeker weet ik wel de gemeenschap wel op de hoek te zetten om door te blijven steunen. Want nu moet ik bij de politie overstappen om mijn ijskast en de gas van huis te gaan nemen. Ja. Dat wil ik alleen zeggen. En die dingen wat ze op social media nu zet, want nu is het wel bekend. Dat zij, het is een vrouw, dus vrouwen heeft recht hier in Suriname. Dat is sowieso, zie ik het. Maar ik ga niet om dat ze weg is. Ze wilde weggaan, is niet erg. Maar ze moet geen domme dingen van haar vriendin of zijn vriendin, zijn man gaan horen. En onnodige dingen schrijven dat die niet waar is. Anders zou de politie al lang hier zijn als ik drugs zou verkopen. Ja, het is al sinds niet een jaar, misschien 7 of 8 maanden verkoop ik dat ding. Want in het begin was ik helemaal plat. Had u het eerder gezien? Ja. Maar toen ik begon te lopen om daarvoor in te gaan zitten, komen mensen praten, bewegen, deed ik op het erf en doe ik nog steeds. Dus dat alleen. Maar nu is er wel niemand om mij op te letten. Wel mijn zwager piep vanuit binnen hoe het met me hier gaat, ja. Dat ik geen domme dingen moet gaan doen. Dus hij slaapt ook niet zo erg zo 's avonds diep. Hij loert me of ik niet mezelf ga gaan ophangen achter de boom daar of waar. Maar kom maar rustig, ik hou me stevig vast. Ik ben sterk, want na de operatie heeft God me gewezen dat ik nog een kans heb gekregen van God zelf. Dus met het bidden van God leef ik nog. Ja, ik moet geen domme dingen gaan doen.